Deze keer een vrij korte en we gaan het hebben over kleurzwemmen. Je ziet in deze foto al dat hij groenig oogt. Hoe komt dat? De foto is gemaakt door glas. Nee, het was niet in een vliegtuig. Dit was gewoon vanaf een heel hoog gebouw. En een makkelijke manier om een kleurzwem te verwijderen dat is met het pipetje om de witbalans even goed te zetten. En als ik bijvoorbeeld daar klik dan zie je dat het al een stuk beter is. Het groene is eraf, maar hij is nu veel te paars of het nou groenig of paarsig is, dat maakt even weinig uit. We gaan aan de slag met die kleurzweem. Ik ga het object openen in Photoshop. En je ziet mijn foto met de zweem. Hij is een beetje paarsig. En natuurlijk zie je ook nog wel reflecties terug. Maar de foto is even snel gemaakt. Dat zou je nog weg kunnen klonen. Of dat kun je voorkomen met een zwarte doek. Want heb je die achter je, dan heb je al een heel stuk minder reflecties. En zeker als je hem ook nog eens een keer vastplakt tegen eruit. Maar daar gaat het nu niet om. We gaan kleurzwemen verwijderen. En hoe doe je dat? Nou, je dupliceert de laag. En dat doe je met Ctrl J. Of je klikt er met rechts op en je zet bijvoorbeeld uh, laag dupliceren. Om het maar eens op een andere manier te doen. En je klikt op oké. OK. Vervolgens gaan we naar filter, vervagen en gemiddelde. En je ziet dat het een. Uh ja, grijs brei wordt. Waarom wordt het dit? Nou, dit zijn dus alle pixels bij elkaar opgeteld. Alle RGB-waarden daaruit. En daar is een gemiddelde uitgetrokken. En dan krijg je dit. Ik zie overigens dat het wel als slim filter erbij staat. Maar goed, dat maakt even niet uit. Als ik nu deze laag uitzet, dan zie je natuurlijk de onderliggende foto. Maar het is deze gemiddelde waarde van de foto waar we mee aan de slag gaan. Als ik namelijk een aanpassingslaag maak met curve. En ik klik op het middelste pipetje, dan kan ik daarmee midden grijs aangeven. En als ik dat doe, dan zie je dat ik inderdaad gewoon mooi midden grijs krijg. En je ziet in mijn curve dat er uh, het blauwe kanaal een heel klein beetje minder is en een heel klein beetje meer groen. En dat is eigenlijk precies wat de foto nodig heeft. Want zet ik nu die grijze laag uit, dan zie ik de onderliggende foto en is hij vrij van kleurzweem. Zo is hij goed. En zet ik de curve laag uit, dan zie je dat mijn zweempje er weer in zit. En zo is hij weer prima in orde. Eventueel, als de correctie nou te veel is, dan zou je nog bijvoorbeeld de dekking wat kunnen verlagen om een kleine middenweg te vinden. Een gulden middenweg. En dan kun je dat op die manier ook oplossen. Tot zover, dit hele kleine korte filmpje. Ja, echt simpel. Uh, langer was het gewoon vandaag niet. Het is gewoon een handigheidje wat je even kunt weten in Photoshop. En als je het weet, dan onthoud je het en ga je er gewoon mee aan de slag. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.